Hallo, Twitterbird. Twitter. Wie graag het nieuws volgt, kan zich een wereld zonder Twitter niet meer voorstellen. Breaking news, zoals vandaag de aanslag in Istanbul, is er vanaf de eerste minuut te volgen. En het aantal Twitteraars mag dan vorig jaar iets gedaald zijn. Twitter wordt nog steeds veel gebruikt. Wereldwijd zijn er zo'n 320 miljoen Twitteraars. Per seconde worden er 6000 tweets verstuurd. Dat zijn er 200 miljard per jaar. In Nederland maken zo'n 2,8 miljoen mensen gebruik van Twitter. Maandag is het tien jaar geleden dat de eerste tweet werd verstuurd. En al snel werd Twitter ook gebruikt om bedrijven te benaderen. Omdat mensen in het openbaar dus inclusief dingen gingen delen. ook als ze bijvoorbeeld boos waren op een bedrijf omdat iets niet werkte, bijvoorbeeld, of omdat een bus te laat was. Ja, dacht het bedrijf op een gegeven moment, ja, daar moeten we iets mee doen. Want het staat wel openbaar, het is allemaal slechte PR voor ons bedrijf. En daarom hebben grote merken als KLM nu afdelingen met honderden medewerkers... die alleen maar bezig zijn met Twitter en andere social media. Dat doen ze in 13 verschillende talen, dag en nacht. En we verwerken ongeveer 100.000 berichten in de week, waarvan een heleboel op Twitter. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten en het beantwoorden van vragen. Ja, je twittert KLM help, ik sta nu op schiphol, wat is de informatie? En dan kunnen wij die informatie voorzien van goh, we zien dat je vlucht vertraagd is of geannuleerd, we zijn je nu aan het omboeken. Eén ding is zeker, bedrijven nemen de consument op Twitter heel serieus. Twitter is een, denk ik best een machtig instrument voor de consument geworden. Omdat nu steeds meer zichtbaar is wat er speelt en, en waar de consument mee deelt. Dus als er een klacht is, dan gaan ook andere mensen zich ermee bemoeien. Of Twitter nog eens tien jaar meegaat, weet niemand. Maar. Misschien het bedrijf Twitter niet meer. Maar de functies die in Twitter zitten. die bestaan over tien jaar zeker nog wel. Want we blijven behoefte houden aan dat snelle nieuws. Gelijk weten wat er aan de hand is in de wereld. Dus Twitter heeft echt wel een toekomst. Of die, of die, of die, of die. Ah!